Mijn naam is DutchTuber en ik geloof niet dat je deze video sneller kan liken dan dat ik op de badge ga staan die voor mij ligt. De badge met... The Slender Family. En de like challenge begint in 3, 2, 1. Ik ben 100% sneller. Bam! Welkom bij deze video. Wij kunnen naar een aantal plekken toe. Wij kunnen naar het ziekenhuis, we kunnen naar de stad, we kunnen naar het kampeerterrein, we kunnen naar de school of wij kunnen naar een verlaten stad. Laten we naar de school gaan. Vandaag... Oh nee, ik wou het nog zeggen. Ik wou het. Slender, je bent een beetje snel, jongeman. Ik was nog bezig met het uitleggen van wat we vandaag gaan doen. En je bent er al. Hey, je bent in ieder geval wel op tijd op school. Zeg maar, dat kan ik je niet opnemen. Vandaag spelen wij een spel die zich volledig afspeelt in de Slender City. Het is een soort van stad waar de Slender Family woonachtig is. De Slender Family is... De family van Slender, de naam zegt het al. En zeg maar, veel mensen denken dat Slender de enige Slender is like ever. Maar er gaan verhalen op het internet dat er meerdere Slenders zijn die familie zijn van Slender. De Slender die papiertjes ja, verstopt en die wij kennen. En deze hier, die ziet er ook een klein beetje anders uit. zeg maar, het fijne is, hij zit een soort van vast achter de basketbal. Achter het basketbalnet. Serieus? Ik wist niet dat dat kon. Ik wist niet dat Slender mij op afstand kon inmaken. Oké, dat is naar. Laten wij naar de verlaten stad gaan. En laten we kijken wat daar te doen is. En misschien zijn er alsnog wel een aantal pagina's verstopt. Stel je nou eens voor, jij zou als Slender zijnde in Roblox pagina's moeten verstoppen. En jij zou er iets op mogen tekenen. He, dus je moet je voorstellen, jij maakt de pagina's, jij verstopt ze in het bos en mensen gaan ze vervolgens zoeken. Wat zou jij dan... Oh nee! Oh, wat zou jij dan op die pagina tekenen? Is dat nou serieus een KFC? Wat zou jij dan op die pagina tekenen? Zeg maar, ik zou denk ik gewoon iets van SpongeBob tekenen. Mensen zijn dan echt super... Oh nee, deur dicht! Snel! Oh, oké, nice. Zeg maar, het nadeel is wel, Slender kan teleporteren. Ja, dus je... Oh, dat bedoel ik! Wat? Hij stond aan de voordeur. 2 seconden later... De achterdeur. Slender, dat is op zich best knap. Daar zou je een soort van record van moeten maken... Het snelst vanaf de voordeur naar de achterdeur. Teleporteren voor de win. Oké, kunnen we deze openen? Ja, 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 wacht. We kunnen de garage openen, denk ik. Werkt dat? Oh, nee. Oh, jawel. We kunnen er gewoon doorheen. Oké, dat is nice. En kunnen we deze deur openen? Ja, deze deur kunnen we ook openen. Hij stond letterlijk achter de deur. Hij stond letterlijk... Oké, dat is best wel naar. Weet je wat? Misschien moeten we ons vermommen als iemand anders. Zeg maar, Slender die weet nu in ieder geval hoe wij eruit zien in dit spel. En hij weet dus een beetje waar hij op moet letten. Een meloenhanen kan bijvoorbeeld. Dus wat doen we? We veranderen onszelf in een andere speler. En mijn gezicht knippert alsof het een soort van stoplicht is. Oké, laten wij een kijkje nemen in het ziekenhuisgedeelte. Oké, tot nu toe... Lijkt het safe? Oké, luister. Oh, dat bedoel ik! Ik wou wel zeggen, ik dacht voor een aantal seconden dat ik iets of iemand binnen het ziekenhuis zag lopen. Oké, luister, we gaan hier een challenge van maken, alright? Wij gaan kijken hoe lang wij... Hij liep daar net, toch? Wij gaan kijken hoe lang wij uit de handen... Hoe lang wij uit de tentakels van Slender kunnen blijven. Waarom ben jij overal als ik eventjes niet kijk? Slender. Oké, luister, we gaan gewoon... Are you serious? Oh, dat was... Wat? Zeg maar, ik begin het nu een beetje te snappen. Jij bent ongelooflijk goed in teleportatie. Oké, deze deur dicht. Nice. Oké, luister. Ik hou je in de gaten. Ik hou je... Ik blijf hier wachten om te... Are you... Wat heeft dat voor zin? Slender, ik wil je niet corrigeren op je teleporteermogelijkheden. Want jij bent hier de TP-man, niet ik. Maar om jezelf nou 2 meter naar achteren te teleporteren en dan terug te komen. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat zin heeft. Oké. Een van... Oké, luister. Slender, wacht jij daar. Ik ga wat lekkers voor jou uit de snoepautomaat halen, oké? Wat? Dat is op zich best wel een goede vraag. Wat zou Slender zijn lievelingseten? Slender... Wat? Je stond net daar... Slender, Slender, ik had tegen je gezegd dat als je netjes zou blijven wachten, dat ik je iets lekkers uit de snoepautomaat zou geven. En dat... Ik vind het niet leuk meer.
Dat teleporteren is niet mijn ding. Letter, ik kan het niet. Ik kan niet teleporteren in Roblox. Oké, luister. Zeg maar, ik merk nu pas dat wanneer we te dichtbij komen, dat hij van die gekke tentakels heeft. En dat is dus gewoon niet per se iets waar ik vrolijk van word. Oké, luister. Ik zag hem net achter deze muur lopen. Als ik nu naar links ga, is hij er dan nog steeds of is hij weg? Dat is de grote vraag. Oh, nee! Oké, het was een beetje half-half. Hij was er nog, maar dat niet langer voor een halve seconde. Oké, weet je wat? Laten we het vanaf nu in first person spelen. Dat is toch wat meer slender-achtig. En laten we kijken of we naar een andere locatie toe kunnen gaan. Want ik kan als het goed is ook rennen in dit spel. Ja, kijk, dat ziet er toch allemaal wat fijner uit. Oké, slender. Oké, weet je wat? Ik druk gewoon voor jou en dan pak jij het er maar uit. Kijk, bam, 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 bam. Kijk, allemaal... Serieus? Je teleporteert weg terwijl ik op het punt sta om je iets lekker... Oké, weet je wat? Het is van mij. Sorry, ik heb mijn Starbucks. Ik heb mijn broodje. En nu wil ik snel naar buiten. Is hij weg? Oké, ik denk het wel. Oh, dit is zo naar. Dat moment dat je iets uit de snoepautomaat haalt en dat sloender achter je staat. Ik weet niet of je daar vrolijk van moet worden. Oké, Slender. Succes in jouw... Oh, serieus, je gaat met me mee. Weet je wat? Hier, ik leg een wafel voor je neer. Je hebt me zojuist een wafel op de grond laten gooien en je pakt hem niet op. Dat is zonde. Stel je nou eens voor, jij zou Slender een cadeautje mogen geven. En daar ben ik benieuwd naar. We weten zo weinig van de beste Slenderman. Ik bedoel, we weten dat het een lange Slenderman is met een pakje aan en zonder gezicht. En hij kan teleporteren en hij heeft tentakels. Oké, eigenlijk weten we pittig veel van hem. Maar meer van, we weten niet wat hij leuk vindt om te doen. Naast tekeningen maken die ophangen in een bos en vervolgens mensen laten schrikken. Ik bedoel meer van, er moeten toch ook andere dingen zijn die zijn interesse hebben. Oké, luister, ik heb een goed idee. Slender is... Ja, oké! Ik wou net zeggen dat hij weg was. Ik ga mezelf in een van deze tenten verstoppen. En ik ben benieuwd of Slender een idee heeft in welke tent ik zometeen zit. Check this out, oké? Oké, luister. Oké, luister. Ik heb zojuist de tent dicht gedaan. Hoe groot is de kans dat Slender weet dat wij in deze tent zitten? De kans is klein, kan ik je zeggen. Oh! Oh, nee! Oh, oké, hij heeft het nu wel door... Hij heeft het nu wel door. Oké, voorzichtig. Open. Is hij weg? Hij is weg. Nice. Oké, goed. Oké, dan gaan we nu snel naar een andere tent. Nu die hier toch niet meer... Laat maar! Nee, laat maar! We blijven in de tent waar we in eerste instantie waren. Oké, is hij nu... Hij is nu weg. Oké, hij is niet weg. Zeg maar, dat is een ding met... Oh, nee. Oké, dit is wel chill. We kunnen nu in ieder geval zien wat er buiten gebeurt. Terwijl de tent dicht zit. Slender! Ik wil gewoon even lekker chillen in de tent. En ik heb geen zin dat jij er bent. Oh. Ik zie hem denk ik letterlijk... Oh nee, laat maar. Ik dacht heel even dat ik hem achter die boom zag staan. Oké, hij is weg. Hij is weg. En nu moeten wij dus ook weg. Op naar een nieuwe locatie. Ik heb in ieder geval begrepen dat we in dit spel ook de mogelijkheid hebben om zeg maar echt te ontsnappen. En dus eigenlijk een soort van de map te verlaten. De vraag is alleen, hoe? Want zolang er iemand achter ons aan zit... Oh, hij is letterlijk daar. Oh, oké, luister. We hebben nu echt een redelijke voorsprong op hem. Dus als we nu gewoon heel snel zijn... Kijk, hij is echt minimaal 30, 40 meter afstand. Dus als we nu snel zijn en we gaan gewoon ergens... Oh! Oh, dat is... Ik vergeet het elke keer. Teleportatie, you are right. Oké. Oh, we moeten snel zijn. Wat gaan we doen? Oké, de cache. Ja. Oké, snel. Open. Ja, thanks. Dicht. Oké, kan niet. Oh, dit is zo nauw. Oké, geef mij gewoon even een lekker stukje taart. Als... Slender, hier. Neem mijn stukje taart maar. Slender! Kijk nou, er ligt een stukje taart naast je. Je gaat toch geen stukje taart afslaan, Slenderman? Ik ga wel achter de deur staan. Oh nee. Slender heeft ons gevonden. Ik moet zeggen, ik denk dat wij het einde van de map gewoon niet zo makkelijk gaan vinden. Want het is best wel lastig. Oké, luister. Ik ga mezelf nog één keer proberen ergens te verstoppen. Als hij me deze keer vindt, dan moeten we het voor deze video erbij laten. Maar, dan komen we misschien de volgende keer wel terug. En dan laten we aan het... Serieus? Gewoon een kampvuurtje in the middle of nowhere. Oh nee, oké, luister, ik ga gewoon hier wachten. Zo, ik zit nu op een plek waar Slender in eerste instantie niet zou moeten weten dat ik hier zit. Want ik bedoel, we zijn gewoon naar een random plek toe geteleporteerd. Dus hij zou het niet moeten kunnen weten. En ja, het ziet er nou uit dat hij hier niet is. Nice, eindelijk. Oké, dames en heren, jongens en meisjes, ik wil jullie
hartelijk bedanken voor het kijken. We zijn Slender kwijt. En als je dit is als jij denkt te weten wat Slender zijn favoriete eten is, laat het dan hier beneden in de comments weten. Ik ben heel erg benieuwd. En wat zou jij uit deze snoepautomaat in Roblox halen? Ik ga voor een wafel. Tot de volgende keer. En ik zeg... Nom, 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 nom. Adios.